In deze video ga ik het hebben over de garnaalmethode. En de kans dat de mensen die de tip uit deze video echt nodig hebben, deze video helemaal gaan uitkijken, is heel erg klein. En ik zal zo meteen vertellen waar het nou precies aan ligt. Als je kijkt naar alle tips en trucs en technieken die ik in de afgelopen jaren heb gegeven op mijn website, ik heb honderden artikelen geschreven, ik ben auteur van meer dan 10 e-books, heel veel video's, allemaal webinars, ook heel veel seminars gegeven. Ik train al jarenlang mensen hoe ze hun business kunnen opzetten via het internet. Maar als je van al die tips niets toepast, vind ik prima. Alleen de tip die ik je vandaag ga geven, kan er echt voor zorgen dat je business naar een compleet ander niveau zal gaan. Dat je productiviteit naar een compleet ander niveau zal gaan. En het klinkt misschien een klein beetje overdreven, maar het kan echt je leven gaan veranderen. En dat is dus de garnaalmethode. Ik zal zo meteen vertellen wat de garnaalmethode precies inhoudt. Nou, ik was vorige week, na een seminar, gingen Danielle en ik gingen naar Bordeaux. Vlakbij Bordeaux ging naar het strand. En voor mijn verjaardag een aantal weken geleden, had ik een nieuwe DVD gekregen voor in de auto over de navigatie van mijn schoonvader. Want die is altijd helemaal up-to-date met de nieuwste DVD's voor navigatie en zaken. Dus wij reden richting Bordeaux. En als ik ergens slecht in ben, dan is het wel mijn gevoel voor richting. Dus ik ga eigenlijk altijd compleet uit van het navigatiesysteem. Dus we waren in de buurt van Parijs en dat ging lekker. We reden lekker door, er was niets aan het handje. En op een gegeven moment reden we over de snelweg en toen zei hij van, je moet hier eraf. En dit is geen grap, dit is echt waar gebeurd. Dit is niet een andere metafoor, dit is echt waar gebeurd. Dus we gingen eraf en het was om een uur of 10 's ochtends. We hadden die avond ervoor hadden we doorgereden tot vlak voor Parijs. En toen, 's ochtends reden we richting Parijs. En toen leidde de navigatie ons ineens ergens vlakbij Charles de Gaulle, het vliegveld van Parijs. Dat vond ik al heel vaag. En op een gegeven moment leidde de navigatie ons echt richting het centrum van Parijs, terwijl we naar Bordeaux moesten. En als ik ergens niet tegen kan, dan is het wel dat ik verkeerd rijd. Dat ik uren van mijn tijd spendeer in een auto, terwijl het onnodig is. En na 2 uur rond te rijden in Parijs, op een gegeven moment zei Danielle van, moet je kijken, daar is de Sacré-Cœur. Toen reden we echt langs de Sacré-Cœur. En dan moet je nagaan hoe goed die navigatie was. En de kern van het verhaal is, die navigatie die had een focus van een garnaal. En ik heb persoonlijk ook de focus van een garnaal. En de meeste ondernemers, die hebben ook de focus van een garnaal. Wat bedoel ik met de focus van een garnaal? Als je de focus van een garnaal hebt, dat betekent dat je creatief bent. Dus dat je heel veel ideeën hebt. Dat je heel veel mogelijkheden ziet. Dat je altijd enthousiast bent. En ja, eigenlijk alles wel tegelijk wil gaan doen. En daarnaast dat je misschien ook nog wel perfectionistisch bent. Dus dat je, als je iets maakt, dan wil je het ook direct goed doen. Het moet ook beter zijn dan de anderen, dan van je concurrenten of wat dan ook. En die combinatie, perfectionisme, geen focus zeg maar, dus perfectionisme en heel erg creatief zijn, sorry, ik had weer even de focus van een kanaal. Dus perfectionisme en heel erg creatief zijn, dat is dodelijk. Want je gaat steeds nieuwe dingen doen, omdat je enthousiast bent en heel veel nieuwe ideeën hebt. En daarnaast maak je het nooit af omdat je perfectionist bent. Dus halverwege het proces haak je misschien af en ga je weer met wat anders bezig. En je hebt heel veel ondernemers die bijvoorbeeld 25 jaar ondernemer zijn, maar nog steeds niet op een goed niveau zitten. En nog steeds eigenlijk een beetje struggelen om bijvoorbeeld elke maand een goede omzet te draaien. Misschien elke maand wel een betere omzet te draaien dan die maand ervoor. En dat komt omdat ze vaak de focus hebben van hun garnaal. En dit, weet je, dat je creatief bent en dat je perfectionist bent, dat is eigenlijk alleen maar mooi. Ik bedoel, de meeste mensen hebben dat niet. Alleen wij als ondernemer hebben dat vaak wel. En dat kan voor je werken, maar het kan ook tegen je gaan werken. En in deze video ga ik je 1 tip geven die super simpel is. Maar dan kan je garanderen dat als je dit gaat toepassen, dat een heel groot verschil gaat maken voor je business. Dat je veel meer gedaan gaat krijgen, dat je omzetten veel hoger zullen worden. En dat het uiteindelijke resultaat gewoon veel beter is. Weet je, wij als ondernemer, wij lopen extreme risico's. Ik bedoel, als wij failliet gaan, dan is het niet dat hier iemand voor ons gaat zorgen. Of dat iemand onze rekeningen gaat betalen. Of als een personeelslid van ons bijvoorbeeld uit een relatie raakt. Ja, die wordt doorbetaald, maar wij moeten dat doorbetalen bijvoorbeeld. Dus wij lopen extreme risico's. Waarom zouden wij als ondernemer ook niet voor extreme resultaten gaan? En mijn motto met mijn business is absoluut work hard, play hard. En wat ik bedoel met work hard, play hard, is dat ik tijdens het werken het maximaal eruit wil halen. En in mijn vrije tijd ook het maximaal eruit wil halen. Want in het leven, er zijn zoveel mooie dingen. Naast ondernemerschap, weet je, voor mij persoonlijk,
familie is gigantisch belangrijk. Echt gigantisch belangrijk. Ik vind het belangrijk om veel tijd met mijn familie te spenderen. Hetzelfde met vrienden vind ik ook heel erg belangrijk om daar veel tijd aan te spenderen. En natuurlijk ook Danielle, mijn vrouw. Maar reizen vind ik ook fantastisch. En lekker uit eten en drummen en muziek en nog heel veel andere dingen. Sporten vind ik gigantisch belangrijk. Maar ik heb ervaren een paar jaar geleden dat ik zoveel stress had en dat ik niks gedaan kreeg. Dat het uiteindelijk gewoon een lastig verhaal werd om echt al die toffe dingen te doen. En als ik het deed, dan had ik mijn hoofd er niet helemaal bij. Omdat ik gewoon echt de focus van een kanaal had. En nog met mijn hoofd bij mijn werk was. Dus work hard, play hard. Die twee dingen zijn voor mij gigantisch belangrijk. Doordat je hard werkt en juist werkt, op de juiste manier werkt, kun je ook hele toffe dingen doen. En ja, het leven is veel te kort, vind ik persoonlijk, om alleen maar met je werk bezig te zijn. Of heel veel stress te ervaren. Dus één tip die ik je vandaag gegeven is dus de garnaalmethode. En de garnaalmethode, nogmaals, als je dit toepast en de rest niet toepast, zal een heel groot verschil voor je maken. Nou, ik ga een voorbeeld doen. Stel je voor dat jij 3 projecten in je hoofd hebt. En de realiteit is dat jij waarschijnlijk wel 10 projecten, misschien wel 20 projecten in je hoofd hebt. Waarvan je denkt van, oh, dit moet ik gaan toepassen, dit is leuk, dit is mooi. Daar is niets mis mee, want je bent een ondernemer. En ondernemers zijn gewoon creatief. Dus daar is helemaal niks mis mee. Probeer ook niet die creativiteit te verliezen. Want dat is echt de waarde van een ondernemer. Die creatieve ingevingen en brainstormen, zulke zaken. Maar stel je voor dat je 3 projecten hebt. En voor het gemak dat elk project om het uit te voeren ongeveer een maand duurt. Nou, de realiteit is natuurlijk dat geen enkel project precies een maand duurt. Of het kan ook een dag duren of een week of een jaar. Maakt niet uit. Maar stel je voor, even voor het gemak, je hebt 3 projecten en elk project duurt een maand. Dus ik zal het even op gaan schrijven. Dus je hebt 3 projecten. En als je kijkt, dit is maand 1, dit is maand 2 en dit is maand 3. En dit is project 1, project 2, project 3. Nou, hoe de meeste ondernemers die niet echt heel veel vooruit gaan boeken te werk gaan, is dat ze, omdat ze creatief zijn, het niet leuk vinden om met 1 project tegelijk bezig te zijn. En dat, ik heb het niet over projecten, maar het kunnen ook strategieën zijn of technieken. Dus stel je voor dat je een internetstrategie voor jezelf hebt uitgestippeld, waarvan bijvoorbeeld 3 verschillende technieken moet gaan toepassen. Ja, ons gevoel zegt dat we met al die 3 technieken tegelijk bezig moeten gaan. Of dat we al die 3 projecten tegelijk moeten gaan doen. Want ja, dat is gewoon tof, weet je, om dat allemaal tegelijk te gaan doen. Dus resultaat daarvan is, in de eerste maand, project nummer 1. Als je 3 projecten tegelijk doet, en elk project staat voor een maand, dus je hebt een maand de tijd nodig. Als je 3 projecten tegelijk doet, per saldo, wat ga je gedaan krijgen in die eerste maand? Nou, in die eerste maand, omdat je met 3 projecten tegelijk bezig gaat, krijg je dus geen 1 project af. En doordat je geen 1 project afkrijgt, heb je geen extra omzet, geen extra groei, dus helemaal niets extra. Ik zal het even rood maken, lijkt me wat meer chockerend. Tweede maand, je gaat gewoon lekker bezig, weet je, je bent nog steeds bezig met die 3 projecten. 3 projecten tegelijk, 3 maanden, tweede maand krijg je ook niets gedaan. Of niet afgemaakt. Dus wederom geen verdienmodel, geen groei in je business. En misschien wel enige frustratie. Ik kan me heel goed voorstellen dat je met meerdere dingen tegelijk bezig bent. En dat je uiteindelijk niet afgaat. En in de derde maand. Gedurende de derde maand nog steeds niet 3 projecten af. En nog steeds niet 1 project af. Dus in 3 maanden tijd heb je per saldo nog niets afgemaakt. En de realiteit is dat als jij met 3 projecten tegelijk bezig bent. In 3 maanden tijd. Dat gedurende deze 3 maanden, dat je misschien alweer een klein beetje afgeleid was. Want project 1, dat was in je hoofd, was wel heel erg tof. Maar je bent er nu al zo lang mee bezig. Misschien kan ik ook wel weer wat anders gaan doen. En project 2, ik heb ook te weinig tijd daarvoor. Blablabla. Ga misschien wel wat anders doen. Dus de realiteit is dat het best wel aanwezig is. Dat je een 4e project gaat starten gedurende die 3 maanden. En dat je per saldo nooit iets afkrijgt. En dat is natuurlijk niet iets wat wij uiteindelijk moeten gaan willen. Dus, resultaat. 3 projecten tegelijk, 3 maanden, niets krijg je gedaan. Zonde natuurlijk. Of niets krijg je af, geen groei in je omzet, geen groei in wat dan ook. Als jij de garnaalmethode gaat toepassen, of misschien moet ik het wel de anti-garnaalmethode toepassen, maar ik vind de garnaalmethode beter klinken. En je gaat in plaats van, en dit is super simpel zoals ik het vertel, en zo misschien denk ik, vertel eens een keer wat nieuws, maar dit werkt en daar gaat het om. Ik kan hele moeilijke, complexe theorieën bedenken, maar dit werkt en daar gaat het natuurlijk om. Dus als jij in plaats van elke, en je voelt hem al aankomen, 3 projecten tegelijk, ga je tegen je gevoel in, ga je 1 project per keer afronden, dan zul je een heel ander resultaat gaan zien. Nou, het resultaat gaat dan worden.
Nou, 1, 2, 3. Dus we hebben weer maand 1, maand 2, maand 3. En we gaan nu de ganaalmethode toepassen op de antiganaalmethode. En je gaat in de eerste maand ga je 1 project doen in plaats van 3 projecten. Het is heel simpel. Wat ga je afgerond krijgen in de eerste maand? Je eerste project. Dus hoppa. Eerste project afgerond in de eerste maand. Je hebt niet meer werk gedaan, niet heel veel andere dingen gedaan. Je hebt gewoon 1 project gedaan in plaats van 3 projecten tegelijk. Resultaat daarvan is dat je in het begin van de tweede maand het eerste verdienmodel al hebt. Ik weet niet of je het goed kunt lezen, maar dat maakt niet uit. Je begrijpt het concept ook. Dus in de eerste maand heb je het eerste project al afgerond. En in het begin van de tweede maand begint die techniek al voor je te werken, begint dat project al voor je te werken en heb je dus in feite al een verdienmodel. Je hebt niets meer of minder gedaan dan hier. Je hebt gewoon de volgorde enigszins omgegooid. In de tweede maand heb je dus al 2 projecten afgerond. En het resultaat daarvan is dat je in het begin van de derde maand al 2 verdienmodellen voor je aan het werk hebt. In de derde maand heb je dus 3 projecten afgerond. En aan het einde of in het begin van de vierde maand heb je al 3 verdienmodellen voor je aan het werk. Dit is nog maar over 3 maanden. Stel je voor dat je dit over 12 maanden gaat bekijken. Of misschien over 2 jaar, of over 5 jaar, dus 60 maanden. Dat je gewoon 60 keer meer gedaan kunt krijgen dan voorheen. De normale werkwijze waar je misschien eerder wel mee werkt. En nogmaals, ik heb dus heel lang heb ik dit op deze manier gedaan. En ik merkte gewoon dat ik niets afkreeg. Dat mijn omzetten niet toenamen. En dat ik altijd een beetje op hetzelfde niveau zat. Wat ik eerder ook zei. Als je 25 jaar onderneemt en je blijft altijd op hetzelfde. Ik weet niet of ik dit eerder zei. Focus van een kanaal. Dus dat je bijvoorbeeld al 25 jaar onderneemt en dat je eigenlijk altijd een beetje rond dezelfde omzet of dezelfde winsten bent gaan draaien. Of misschien wel dat je merkt dat je de afgelopen jaren dat je bankrekening nog steeds hetzelfde eruit ziet, omdat je gewoon niet echt vooruitgang boekt. Zo'n ondernemer die 25 jaar aan het ondernemen is, maar niet op de juiste manier werkt, die is niet een ondernemer met 25 jaar ervaring, maar vaak een ondernemer met 25 keer een jaar ervaring. Dat ze steeds van alles en nog wat doen, maar geen bouwstenen leggen en steeds door kunnen gaan. Dus ja, vind ik vrij belangrijk. Dus de garnaalmethode, het is heel simpel. Werk project per project, blok een tijd, of ja, reserveer een blok van tijd en maak een project af. Hetzelfde met je personeel of met je team. Zorg ervoor dat zij ook op deze manier gaan werken. Ook de gedurende de dag, dit kun je ook toepassen op de dag. Dit kunnen bijvoorbeeld je mails zijn die je 's ochtends afrondt, niet leest en in je hoofd opslaat en de volgende week mee doet, maar afrondt. Dit kan een e-mail zijn die je schrijft om naar je mailinglijst te sturen. En dit kan bijvoorbeeld een AdWords campagne zijn. Dus dat je project per project bijvoorbeeld gaat afronden in plaats van dat je alle 3 dingen tegelijk doet. Dus je mailbox open hebt en dat je met AdWords bezig bent en dat je nog een tekst aan het schrijven. Dat werkt simpelweg niet, dan krijg je dit resultaat. Maar uiteindelijk als topondernemer, work hard, play hard, het maximaal uit je business wil halen, dan zul je absoluut deze manier moeten gaan toepassen. En ik hoop dat dit een klein beetje verhelderend voor je is. En dat je hier echt wat aan hebt gehad. En ik hoop natuurlijk helemaal dat je het gaat toepassen. Nogmaals, als je alle tips die ik in het verleden heb gegeven niet gaat toepassen, prima. Maar als je dit gaat toepassen, zul je zien dat je veel meer gedaan krijgt. Nou, ik zei in het begin van deze video, waarom is de kans groot dat de mensen die dit echt nodig hebben, deze video niet uitkijken? Is omdat ze vaak niet eens de tijd en focus kunnen hebben om bijvoorbeeld ook een video af te kijken. Omdat ze druk zijn, van alles en nog wat moeten doen en nooit echt die rust kunnen hebben om iets rustig te gaan doen of goed te gaan doen. Maar het is wel belangrijk om de zaak gewoon goed te doen. Nou, ik ben blij dat jij deze video wel tot het einde hebt gekeken. Dus je hebt niet de focus van een kanaal, of misschien ben je wel heel creatief, ben je wel heel perfectionistisch, maar ben je toch hier doorheen gegaan. Ik hoop dat je gaat toepassen, ik hoop dat je van genoten en ik wil heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Tot de volgende video. In de volgende video ga ik heel veel waardevolle andere informatie geven over hoe je een supergoeie internetbusiness kunt opzetten in mijn optiek aan de hand van de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan. En daarnaast ga ik binnenkort een heel speciaal online event geven. Een gratis event waar jij aan deel kunt nemen. Hoef je maar 1 ding voor te doen. Hieronder deze video zie je een tweetknop of ik weet niet precies wat voor knop. Maar dan kun je op klikken en dan kun je betalen met een tweet. Dus het enige wat je hoeft te doen is een tweet te plaatsen en doordat je die tweet plaatst krijg je toegang tot het speciale online event. Dus het is helemaal gratis. Je krijgt de datum krijgen nadat je de tweet hebt geplaatst, krijg je die toegestuurd. Wat ook opgenomen is, kun je naderhand ook terugkijken. Dus het enige wat je hoeft te doen is even op die tweetknop te drukken en het te tweeten. En dan krijg je toegang tot een heel speciaal online event
waar ik een aantal hele waardevolle dingen met je ga delen. Bedankt voor het kijken en ik wil je alle succes wensen en tot in de volgende video. Doei!